We staan hier voor de regie van SBS6. En er wordt al druk gerepeteerd hier op de achtergrond voor het programma Show Vandaag, wat straks om 5:30 live wordt uitgezonden. En in dat programma wordt ook aandacht besteed aan verhuisdieren. En hoe zijn ze nou bij verhuisdieren gekomen? Dat is nou wel een heel leuk verhaal. John de Mol is persoonlijk met het interview uit de Volkskrant naar de redactie gegaan en heeft gezegd: jongens, jullie moeten hier eventjes iets mee gaan doen. Dierdating, dat wordt hem helemaal. Dus nou, vervolgens heeft SBS contact met mij opgenomen. En ik had natuurlijk heel graag zelf op de bank gezeten met John de Mol, maar ik ben hoogzwanger, morgen uitgerekend, dus dat durfde ze niet aan. Dus vandaag is Marco Staring gekomen, de hondengedragsdeskundige en ambassadeur van verhuisdieren. Dus het is fantastisch. En die gaat vandaag een aantal verhuishonden onder de aandacht brengen. En als ik de kans krijg, dan ga ik natuurlijk wel John de Mol nog eventjes aan zijn jasje trekken. Want wij hebben toevallig wel een heel leuk formatje klaar liggen. Ja. We gaan nu de studio in. Marco is druk aan het repeteren. Even kijken of het allemaal goed gaat daar. Met je aanstaande huisdier. Dat lijkt misschien een beetje gek, maar de Stichting voor Huisdieren die doet het. Dieren die worden gematcht met mensen. En dat op dezelfde manier zoals wij die kennen met dating sites. Een meer gerichte aanpak of een dier wel of niet bij je past voordat je het beestje in huis neemt. Stel je zoekt een nieuw baasje voor je huisdier. Dan maak je op de website een profiel aan van je dier. En daarin geef je aan wat de ideale leefomgeving zou zijn, wat de ideale gezinssituatie zou zijn. En degene die een huisdier zoekt, die maakt eenzelfde profiel aan. Is het belangrijk dat de hond sportief is? Nou, dat vind ik niet zo heel belangrijk. Dus als huisdierzoeker krijg je alleen de dieren te zien die passen bij jouw zoekprofiel. En daarvan krijg je de contactgegevens. Als jij kinderen hebt, dan is het natuurlijk ook wel handig dat je een match maakt met een hond die om kan gaan met kinderen. Ja, de meeste dieren die op verhuisdieren staan, die zijn echt op de website omdat ze hun baasje noodgedwongen hun dier moest herplaatsen. En als ze dan zien dat hun dier uiteindelijk toch heel erg goed terecht is gekomen, dan zijn ze ontzettend opgelucht. Ja, en dan heb je een extra veel voldoening natuurlijk. Geweldig, wat een heerlijk idee. Ja. En wat gezellig in de studio inmiddels. Ja, toch? Een hond in de studio. Ja, precies. Met Marco Staring samen. Welkom. Dank je wel. Je bent hondengedragsdeskundige. Ja. En je bent ook ambassadeur van de Stichting Verhuisdieren. Ja. En wie heb je meegenomen vandaag? Dit is Joram. Dat is een Welsh-terrier. Een terrier, dat zijn zonder uitzondering pittige dieren. Ja. Vol levenslust, moedig, werklustig. En dat geldt ook, je zou het zo niet zeggen, maar helemaal vertroeteld hier door de familie. Ja. En is op zoek naar een nieuw baasje of bazinnetje, maar volgens mij komt het wel goed, John. Ja, ja, ik moet me inhouden, ik neem ze allemaal mee. Dit was het, dank u wel. Goed, door naar de volgende. Leg het even uit, want het is natuurlijk ook een beetje triest, want er is een baasje die eigenlijk van de hond af moet. Ja, nou, dit is een verhaal van hoop. Joram, die is op jonge leeftijd, is die gepakt door een aantal honden. Mm. Nou, wat gebeurt er dan? Wat kan er dan gebeuren? Is dat zo'n hond, zodra die buiten komt, dat hij in zichzelf gekeerd raakt. Want die is op zoek naar al die ellende die hij buiten is tegengekomen. Mm-hmm. Als eigenaar ga je daar heel makkelijk in mee. Dan krijg je een vicieuze cirkel. En dan past het niet meer. Dus Joram zoekt een eigenaar die de mogelijkheden kan vinden. Die Joram zeker heeft. Je ziet het, het is een hond die kan getraind worden. Maar die vooral een positieve aanpak nodig heeft. Okay. Laten we eens even kijken naar het huidige baasje met Joram. Kunnen we, ik kan nog harder. En sinds ik het huis ben, vinden mijn ouders, die zijn nog onzekerder geworden in het omgang met hem. In verband met de bijtincidenten onderweg. En dat is eigenlijk een van de hoofdredenen dat we hem, een beter baasje voor hem zoeken voor Joram. Goed zo. Ja. Joram heeft echt behoefte aan lekker einde stukken wandelen, fietsen. Braaf.
Joram kan opschieten met honden die jong zijn, die een rustige uitstraling hebben, lieve uitstraling. Ja, dat merken ze gewoon en daar kan hij heel goed mee opschieten. Om een nieuw gezin of een nieuw baasje te zoeken voor je hond. Nee, dat is niet erg. Kijk, soms kom je erachter dat een hond niet bij een eigenaar, of andersom, een eigenaar niet bij een hond past. Ja. Dan is het in sommige gevallen juist goed om zo'n hond een nieuwe kans te geven. Is ook zo. Dus ja, dit is meer een verhaal van hoop dan dat het ellende is. We kunnen met z'n allen wel, wat zielig en zo. Maar deze hond die heeft gewoon een goede baas nodig. Die met hem op stap gaat, die hem de juiste dingen kan aanleren. Oh, en dan komt het helemaal goed. Laten we nog even in beeld nemen, dit succesnummer. Joram. Kijk even op zijn liefst. Ja. Helemaal goed. Nou, dan hebben we nog iemand in de aanbieding, hè? Pippa? Ja. Laten we eens even naar de contactadvertentie kijken van Pippa. Wat zeg je, Marco? Je mag ze niet allemaal hebben, Patty. Nou, kan je over deze vertellen? Dit Pippa. Kijk eens. Pippa, dat is wat wij in vaktermen een scheetje noemen. Ja. Pippa, dat is een hele mensgerichte hond. Dat is ook een kruising van een terrier. Die is ook, deze is heel mensgericht. Ze weet waar die moet zijn natuurlijk. Bij meneer de Mol. Het zijn overigens, van oudsher zijn het wel vossen en mollenjagers. Dus ik weet niet. Nee, maar Pippa, die heeft 5 eigenaren gezien in de eerste 2 jaar. En dat ligt niet zozeer aan de hond, maar dat ligt met name aan het feit dat ook dit best wel een jachthondje is. Mm-hmm. Binnen is ze geweldig, maar zo gauw ze buiten komt en je laat haar los, dan gaat ze jagen. Dat is wat dit soort honden doen. Ze zitten nu al je koekjes op. Ja, dat dacht ik al. Ze eten uit mijn hand hier, dat is wat meer duidelijk. Nee, dus ook Pippa die heeft een baasje nodig die met de hond wil werken. Die met haar gaat speuren. Misschien in het begin aan de lijn. En dan misschien op latere leeftijd. Want ze is nog maar 7. En dan denk je van, nou, zo'n best oude hond. Mm-hmm. Maar vergis je niet, dit soort honden die kunnen met gemak 13, 14 jaar oud worden. Dus ze is het is een hond waarmee je mee aan de slag moet. Ja, ja. Maar sowieso, kom maar, tip voor iedere hond. Met iedere hond moet je iets gaan doen. Of dan je nou een groot of een klein hond. Want heb jij nog tips eigenlijk, Marco, voor mensen die een hond zoeken of een hond willen? Waar moet je op letten? Ja, als je van plan bent om een hond te komen. Zijn er eigenlijk dingen die handig zijn om te doen en dingen die niet handig zijn om te doen. Ja, de meeste mensen die schaffen een hond aan op basis van zijn uiterlijk. Nou, dat is gelijk het mooie van verhuisdieren.nl. Daar vind je een hond op basis van zijn karaktereigenschappen. Want jij maakt als eigenaar natuurlijk zelf ook een profiel aan. Ja. Nou, dus je gaat eerst kijken van, wat zijn de karaktereigenschappen van een hond? Nou, dit is een terrier. Terrier is jagen. Dat mag niemand verbazen. Dat zal ook niemand verbazen die een terrier heeft. Dus, een speeltje. Een labrador of een herdershond, dat is nogal een groot verschil. Dingen die je niet moet doen, dat wil ik met nadruk zeggen, is dat je een hond neemt omdat je hem zo zielig vindt. Ja. Ja. Dat moet je niet doen, want dat gaat zo vaak fout en dat is dan toch vaak niet. Hij moet bij je passen en jij moet bij die hond passen. Ja, daarom. Ja. En dan krijg je zo'n verhaal. Ja, er moet echt een match zijn. En dit is echt een hele vriendelijke hond. Ja. Heeft nog wel wat moeite om alleen te zijn in het begin, dus dat is wel belangrijk. Ik zie een wat ouder echtpaar voor me, die net met pensioen zijn bijvoorbeeld of zo. Sorry, dan ben je nog niet echt oud, maar met pensioen. Maar iemand die de tijd heeft om deze hond even te begeleiden. Koest even maar. John, jij hebt zelf een hele lieve hond. Ja. En ik kijk daar, we hebben een foto van hem. Hij heet Bono. Bono. Kijk eens wat een schatje. Wat is dat voor hem? Het is een Hollandse schapendoes. Oh, nee. Ja. Oh. En er gaat een verhaal dat jij elke... Ik weet dat jij echt tot 2 uur s'nachts soms doorwerkt, maar dat je altijd s'nachts nog even met hem gaat spelen. Klopt? Nou ja, de absolute 100% loyaliteit van een hond bewijst zich in het feit of ik nou om 11 uur, om 10 uur, om 8 uur of om 2 uur s'nachts thuis kom. Hij staat te kwispelen voor de deur en is blij als je thuis komt. Ja. Dus dat kan je niet negeren gewoon. Ja. En dan doe ik de meest debiele dingen. Ik verstop me achter een gordijn met een koekje in mijn hand. Je zou het moeten filmen. We starten het filmpje nu. Ja. Ja. We hebben ook gehoord dat je op de hei op een fiets rijdt met een bakkie erachter met je hond erin. Ja, dat is alweer een tijdje geleden, maar dat heb ik ook gedaan. Daar hebben we ook foto's van. Ik schaam me er niet voor, hoor. Absoluut nee, niet. Hartstikke leuk. Nee, maar ik weet dat je echt volledig verliefd kan zijn op een hond. Dat is zo onvoorwaardelijke loyaliteit. Alleen, het is wel waar.
Je moet er wel tijd in steken en je moet er moeite voor willen doen. Nou, precies. En dat vind ik ook zo leuk aan jullie site. Dat er ook, als je inderdaad een huisdier hebt en je kan inderdaad bijvoorbeeld op een donderdag of wat dan ook even, hè, omdat je dan moet werken, je hond niet uitlaten. Zoeken jullie ook daar een match voor? Ja, vertel je hebt verhuisdieren, dus er zijn echte honden die een nieuwe baas zoeken. We hebben ook verzorgd dieren. En als je nou bijvoorbeeld een hond hebt en je werkt één dag in de week, of je zit één dag in de week een beetje moeilijk, dan kun je daar iemand verzoeken die ervoor wil zorgen. Nou, dat is een uitgesproken kans als je bijvoorbeeld nieuw bent voor honden of op zoek bent naar een hond. Ja. Gewoon eens kijken, hoe is dat nou? Hoe reageert mijn kind op honden? Ja. Want het zijn vaak wel hele leuke honden. Ja, precies. Leuk. Nou, we hebben er eentje in de aanbieding. Luca. Ik zoek een verzorger omdat ik nu zelf voor de hond zorg. En zelf ook vooral 3 volle dagen werk waarbij niemand anders Luca kan uitlaten. Dus als er iemand is die ik er blij mee kan maken, die ik lekker met Luca kan lopen, nou, dan is het een wisselwerking en dat zou perfect zijn. Komt-ie. Luca is een enthousiaste hond. De juiste commando's luistert ze wel naar. Ga je mooi af? Goed zo. Maar ze is vooral enthousiast. Weer pakken? Luca kan druk zijn, tegen mensen opspringen. Dus het moet wel iemand zijn die dat ook niet erg vindt. Dat gaat helemaal lukken volgens mij. Dat is een speldmomentje. Ja. Ik vind eigenlijk, Mark, laten we het gewoon. Jongens, laten we het gewoon doen. Iedere week een hond. Iedere week een hond. Misschien maar, als mensen dating zijn, toch? Nu willen reageren, waar moeten ze dan naartoe? Dan kunnen ze op onze website kijken, even show.nl. Okay. En voor meer, vind je ook trouwens meer informatie over het adoptieproces en hoe het je allemaal gaat. En ik zou je zeggen, vanmiddag zat ik natuurlijk even alles voor te bereiden. Ik zat met mijn oudste zoon. Die zeurt al heel lang van, ja, ik heb die knuffels nou wel gehad. Ik wil een echte. Die zei, oh, en die vind ik leuk. En die vind ik leuk. Dus ik vrees dat wij daar nog wel eens een verzorghond misschien wel gaan zoeken. Hartstikke leuk. Welkom. Dankjewel, Marco, dat je er was. Dankjewel.